een ander aspect is wat we geleerd hebben, is dat veel, niet alle, maar veel orgelbouwers in Noordwest-Europa tot ongeveer 1700, die goten dat metaal op een zandbed. Dat was ook helemaal niet het idee van een orgelbouwer dat hij dacht van nou zal ik eens op zand gaan gieten, krijg ik een veel betere klank. En dat was puur ambachtelijke traditie. De loodgieter die goot ook op zand. Alleen door wetenschappelijk onderzoek weten wij nu wat dat uitmaakt. Als je namelijk op zand giet, dan koelt dat metaal op een hele andere manier af dan op wanneer je op de moderne manier op vlamvertragende stof giet. En iedere metallurg kan je vertellen dat in het stol, gedurende het stollen van het metaal, wat maar een proces is van enkele seconden, wordt dat kristalrooster gevormd. Nou, dat zijn dus allemaal bijeffecten die een enorme invloed hebben op de klank. Dus dat idee van procesherhaling, we zijn tot het inzicht gekomen, wil je hetzelfde verkrijgen wat Müller als resultaat had van zijn werk, dan moet je hetzelfde doen. Je moet het proces herhalen. Dat geeft je de beste garantie dat je al die kleine bijeffecten, die als het ware een ketting vormen van omstandigheden, dat je dat correct meeneemt. Dan dat het steeds meer geaccepteerd zal moeten gaan worden, omdat de klankresultaten, dat kun je gewoon niet meer ontkennen. Met name de resonanskwaliteit van het metaal en de resonanskwaliteit van zo'n pijp, dat is zo enorm. Dat merk je ook bij het intoneren. De grondtoon is er altijd. De pijp kan wel eens problemen hebben, maar de grondtoon is er altijd. En dat heb je bij het moderne orgelmetaal. He, dus wat industrieel wordt gegoten op vlamvertragend doek en vervolgens met grote machines wordt afgevreesd en dergelijke. Heb je dat gewoon niet. Dit zijn frontpijpen. Die zijn, dat metaal dat bevat ongeveer 90% tin. En die pijpen geven zoveel tin omdat je dat tin zo mooi als zilver kan bruineren, noemen we dat. En bruineren, dat is een oude techniek. Dat doet Arjan met een zogenaamd bruineerstaal. He, dan met behulp van zeepwater polijst die, verdicht die eigenlijk die hele metaaloppervlakte. Dit orgel gaat naar de Meiji Kakuin Universiteit in Tokio. Het is ongeveer 6,70 meter hoog, 5,36 meter breed en het heeft 2045 pijpen. We zien daar dus wat we noemen het grootmanuaal of het hoofdwerk wat met het bovenklavier wordt bespeeld. En hier zien we dus het zogenaamde rugwerk. Het orgel komt dus op een galerij te staan en het rugwerk hangt dus in de kerk. De organist zit daar dus te spelen. En dan heb je aan weerskanten de pedaaldivisie. Ja, dit is een middelgroot orgel. Heel specifiek type snijwerk wat je zo rond 1700 in Groningen ziet. Het is eigenlijk heel simpel, allemaal acanthusblad, maar met een levendigheid, met een schwung die ongelooflijk is.
Hier hebben we het balghuis bij het orgel met 6 spaanbalgen die met de voet kunnen worden bediend. Dat is heel belangrijk voor het klankkarakter van het orgel, want de wind is de ziel van het orgel. Ik treed als adviseur op voor de Magica Queen University in Tokio en ik begeleid de bouw van dit orgel. Het hele proces vanaf de ontwerpfase tot de aflevering van het orgel in Tokio. We zijn op dit moment bezig met het intoneren. Dus dat is het afstellen van alle parameters van de orgelpijp zodanig dat er een smaakvolle klank ontstaat. En dat de verschillende pijpen ook goed bij elkaar passen. Ze moeten namelijk individueel goed klinken, maar ze moeten vooral dus bij elkaar goed klinken. Daar gaat het om. Individueel zijn ze soms goed en dan bij elkaar niet goed. Dat klinkt heel goed. Eigenlijk zijn het dan ruim 2000 muziekinstrumentjes, zou je kunnen zeggen. Je kunt hier heel commercieel opstellen als orgelbouwer. En dat betekent dat je moet bezuinigen op allerlei belangrijke aspecten. Je kunt bezuinigen op onderzoek, je kunt bezuinigen op materiaalkeuze. En daardoor wordt het kwaliteit minder. En Henk van Eken is compromisloos in de zin van dat hij niet bezuinigt op materialen of op tijdsinvestering van de intonatie bijvoorbeeld, maar dat er alles aan wordt gedaan om zoveel mogelijk de oude processen zoals die vroeger waren bij het bouwen van orgels, om die te reconstrueren, waardoor je dus probeert de kwaliteit van vroeger terug te halen. En als het hier straks dus gereed is, dan wordt het helemaal als oma's linnenkast, gaat het uit elkaar. Dan worden al die 2045 pijpen, die worden allemaal individueel verpakt. Dat hele orgel gaat uit elkaar in onderdelen, dat wordt in zeecontainers verpakt. En dan gaat het op de boot naar Tokio. En daar bouwen we het helemaal op. Plaatsen de pijpen erin en lopen dan de laatste details van de klank lopen we nog na. Want je hebt natuurlijk altijd een kleine aanpassing nodig aan de ruimte daar. Dus als je mensen wil overtuigen van kwaliteit, moet je ze de verschillen laten horen. Nou, één ding wil ik benadrukken, dat pas als je zelf ziet hoe moeilijk het is. Ook manueel, hè, als wij in die pijpen werken, werkelijk op microniveau. Als je dat weet, dan krijg je alleen maar meer bewondering voor al die orgelbouwers uit het verleden. Dan kun je alleen maar groot respect hebben voor het meesterschap van die mensen. Een meester is iemand die alles van het vak weet. En dat is een idee wat wij in de 20e eeuw kwijt zijn geraakt. Het idee van meesterschap. Wij denken van, nou, volg wel even een cursusje en dan weet ik het wel. Dat is een volledige onderschatting van het vak en van het meesterschap.